AZ kan een reuze stap zetten richting kwalificatie voor de knock-outfase. Komt al vroeg met de eerste aanval. Daar de bal de diepte in richting Boadu. Daar is Stengs. Die morgen te horen krijgt of hij definitief in de selectie zit van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Svensson, de back van AZ en de uithaal van Stengs. Na iets meer dan 8 minuten is AZ voor het eerst gevaarlijk. Moeizame redding van die keeper, van Erik. Die net als de vorige keer in Alkmaar op doel staat bij Astana. Dat speelt met wat nieuwe mensen. De topscorer is erbij bij de ploeg die afgelopen weekend kampioen werd. Voor de 6e keer op een rij. Uithaal niet venijnig genoeg van Teun Koopmeiners. Het is een richtingsverkeer, maar Arne Slot moet nog wachten op het openingsdoelpunt. Opnieuw Stengs. Kan veel meters overbruggen. Ruimte is er hier bij Idrissi. Idrissi vanaf de flank naar binnen. Maar daar komt dan Wijndal. Die zo graag op deze manier opkomt. Weer op de handschoenen van de keeper. Er ligt een kunstgrasmat. Het is een graad of 15 in het stadion. Kunstmatige temperatuur, want buiten vriest het. AZ met de kopbal naast het doel. Wanneer gaat hij vallen? Of kan Astana iets in een tegenstoot? Een zeldzaam moment voor het doel van Bizot. De bal kan nog eens worden ingebracht richting Rotario, die vorig jaar nog een handjevol wedstrijden voor AZ speelde. Maar in de winterstop toen vertrok. Aan de andere kant is het Myron Boadu. Twee Europese goals al achter de naam. Het wordt tijd dat hij gaat vallen. Astana. Is er ergens ruimte? Is er ergens iemand die kan schieten? Nee, dat lukt niet. Rotario mist dan toch echt de kwaliteit om het Bizot lastig te maken. Ploeg speelt wel met wat andere spelers. Tomasov, topscorer nu in de basis. Geldt niet voor Rangelo Djanga, ex-Excelsior, Dordrecht en Willem II. In Alkmaar in de basis, nu op de reservebank. Boadu, strafschopgebied weer uit. Aan de linkerkant staat altijd wel Idrissi. Voor het doel onder andere De Wit. Idrissi buitenom of binnendoor. Richting Stengs. Stengs, handige beweging. Kelvin Stengs. Misschien van iets te ver geschoten. AZ hield nog een sneeuwballengevecht in het centrum bij de traditionele wandeling op zo'n wedstrijddag. Aftrap pas om 9:50 lokale tijd. AZ probeert zoveel mogelijk het eigen tijdschema aan te houden. Is dit hem? Ja, daar is hij dan. Eindelijk de 1-0. Myron Boadu. Nummer 3 in Europa voor hem dit seizoen. Dat zijn de fans die de reis hebben gemaakt. 4.500 kilometer zo'n beetje van huis. Maar ook daar scoort Boadu. De Wit brengt de bal de diepte in. Posnikov kan er niet meer bij. En dik verdient dat AZ op 1-0 staat. Dan zou het wel eens hard kunnen gaan. Tenminste, Mitchell. Ja, daar komt alweer Boadu. Boadu naar Stengs. Daar zit een voet tussen. Maar Astana heeft helemaal niets te vertellen. 0 punten uit de 3 duels voor de Kazakken. Die hier al onderuit gingen met 2-1 tegen Partizan. En met 1-0 maar verloren bij Manchester United. Mietje, een hele droge schuiver van de Noor. Is goed voor zijn eerste Europese AZ-treffer en bovendien voor 2-0. 6,5 minuut gespeeld in de tweede helft en dit lijkt wel het gaatje te zijn. Astana straalt al weinig uit. Maar lijkt toch niet van plan om deze tik nog recht te breien. Misschien zit er nog wat champagne in de benen van de landstitel, die dus afgelopen weekend werd binnengesleept. Koopmeiners, heerlijke opening naar Idrissi. Het ligt helemaal open. Er zijn er genoeg. Het is kiezen voor Idrissi. Boadu schuift hem naast. Als AZ wil, kan het hier een monsterscore neerzetten. Maar dan zal het vizier wat meer op scherp moeten.
Svensson. Boadou. Via Stengs. Nou, daar dan. Idrissi. Dat is de derde. Prima tussenstand. In een Europese groepswedstrijd. 3-0 voor. Wat een luxe voor AZ. Dat dit jaar natuurlijk ook moet oogsten met al het talent wat er is. De topselectie. In vorm. 3 wedstrijden op een rij gewonnen. Inclusief de thuiswedstrijd tegen Astana. Ruim een uur gevoetbald. Stengs. Die heeft wat ruimte. De Wit. Stengs loopt zelf door. Idrissi. Altijd een handenbinder. Koopmeiners. Nou, alleen maar inschieten zou je zeggen. Dat gebeurt ook, maar... buitenspel. Dat zal het zijn dan voor Stengs. Nog eens kijken. Boadou. Geen buitenspel. Nou, geldt ook niet voor Stengs. Geen videoscheidsrechter, dat lijkt een verkeerde beslissing. Blijft bij 3-0. Opgevangen, Hatzidiakos. Goed geschoten. En 4-0. De vervanger van Ron Vlaar, die geblesseerd in Alkmaar is achtergebleven. En hij mag ook scoren. De Europese treffer voor hem is ook de eerste voor de Griekse international. 5-0 was ooit de grootste uitslag van AZ in een Europees duel. Tegen Diver Dange, september 77, toen de thuiswedstrijd in 11-1 eindigde. Dit is de volgende, dat is de vijfde. Dat is dus een evenaring van het record, Myron Boadou. 4e Europese treffer van het seizoen. 5-0, wat een gehannes nog. AZ heeft echt geen kind aan Astana. Zo goed als zeker door naar de knock-outfase. En Astana kan het wel vergeten. Kan er nog meer bij. Koopmeiners. Het gemak waarmee hij al die ballen neerlegt. Zal toch ook wel een keer van Jong Oranje gaan doorschuiven naar het echte Oranje. Lijkt een kwestie van tijd. De Wit nog. Die het probeert. Maar 5-0. Dat is een geweldige uitslag. En dit toetje komt er dan niet voor AZ. Laatste minuut, extra tijd. Er komen wat invallers bij AZ. Bal voorgegeven, geen hat-trick voor Boadou. Zoals destijds voor Kees Kist in 77, toen het ook 5-0 werd. Dat wordt het ook vanavond. Ze hebben de reis niet voor niks gemaakt. De supporters uit Noord-Holland.